Goedenavond. Heel fijn dat jullie met zoveel mensen gekomen zijn. Ik ben er sowieso heel erg gelukkig om, niet alleen omdat we dit georganiseerd hebben, maar omdat dat betekent dat mensen geïnteresseerd zijn in secure software design. Ik denk dat dat iets is wat mij in ieder geval persoonlijk heel erg aan het hart ligt. Dat je als je iets gaat ontwerpen op het gebied van software, dat in 2016 er goed over nagedacht wordt dat die software ook meteen secure is. Dus ik ben heel erg blij met jullie opkomst. Nou hopen we natuurlijk dat die doorgaat. De beoogde dagvoorzitter. André. Dat was dus inderdaad André Beerten. Die had vanavond de dagvoorzitterrol zullen vervullen. En die besloot een paar weken geleden dat dit toch eigenlijk een beter moment is om dit te gaan doen. Dus hij zit ergens in de buurt van Curaçao en hij zwaait even naar jullie van welkom en een hele fijne avond toegewenst. Goed, waar gaan we het over hebben vanavond? Fysieke beveiliging zal er niet echt aan te pas komen, denk ik. Dus ik heb zo direct nog even één slide erin voor het idee. En dan moeten we dat dan denk ik achterwege laten. Waterfall, Agile, Scrum, Defense in Depth, Backdoors, Maintenance Hooks, allemaal kreten waar jullie waarschijnlijk allemaal best wel een keer van gehoord hebben. Zijn het kreten die bekend voorkomen? Mag ik even wat handen zien? Oh, geweldig. Ja. Eigenlijk niet anders verwacht hoor, gezien het soort publiek wat hier zit. Maar dat zijn zo'n beetje de gedachten die bij mij opkwamen toen ik aan secure design dacht. Dus dacht ik meteen aan backdoors die nog ergens ingebouwd zitten, want het is zo handig als je niet het gebruik van credentials hoeft te maken om binnen te komen in je software. Nou, dit is even het plaatje fysieke beveiliging wat ik er maar even in geplakt heb. Want als je een bedrijf hebt waar je secure design toepast, dan heb je natuurlijk wel voor gezorgd dat de toegang tot jouw bedrijf hartstikke veilig is. Want als iemand binnenkomt die er niks te zoeken heeft en die kan aan je boncodes komen, dan word je daar niet gelukkig van. Dus vandaar dat ik dacht van, nou, misschien moeten we het bedrijf in ieder geval eventjes een klein beetje dichtspijkeren. Rob van der Veer, die gaat als eerste spreker ons een hele hoop vertellen over het secure design. Het hele verhaal eromheen. Dan hebben we gepland Vincent Meijer van Ideons. Helaas is hij ziek en heeft geen vervanger kunnen regelen, dus helaas valt dit ertussen uit. Gabriel Weber, die pakt het daarom. Die had na de pauze stond die gepland. Die pakt het daarna op. Gabriel is werkzaam bij DNVGL. Dat is misschien een naam die niet zo heel erg bekend voorkomt, kan ik me voorstellen. Maar als ik de naam Kema noem, zeker voor de oudere mensen onder ons, die gaan dan zitten knikken van ja, dat ken ik nog wel. Nou, de Kema die is een paar jaar geleden overgenomen door Dep Norske Veritas. En dat is een naam die weer bij een hoop mensen een lichtje zal doen branden over ISO 9001 certificeringen. 27.001 certificeringen. Dus Gabriel die doet heel veel op het gebied van het testen. Dus het kijken of de software die in een apparaat zit, of die werkelijk zo veilig is als dat die fabrikant heeft verteld dat die zou zijn. Daarna gaan we eventjes een korte pauze houden. Een goede pauze is altijd heel erg belangrijk. Mark Twain die wist dat in die tijd al. En tot slot hebben we na de pauze Jaap Meijer van Huawei. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja, heel graag, want iedereen spreekt dat waarschijnlijk verkeerd uit. Wij kwamen elkaar tegen begin dit jaar al. De reden begin dit jaar was bekend dat we deze avond zouden gaan organiseren. En toen dacht ik van, dit bedrijf, er wordt toch altijd een beetje scheef naar Chinese producten gekeken. Mensen hebben daar wat wantrouwen tegen. Is mijn informatie die in een Chinees product zit, is die wel veilig? Of wordt dat regelrecht naar China getransporteerd? En Jaap, toen ik hem vroeg van, goh, zou jij daar wat over willen vertellen, hoe jullie dat nou doen? Was hij daar meteen bereid toe, waar ik hartstikke dankbaar voor ben. En hij zit hier vanavond. En daarmee wil ik eigenlijk mijn verhaaltje afsluiten. Behalve dan uiteraard de bekende huishoudelijke mededelingen. Even de telefoon graag op stil. Vul alsjeblieft het evaluatieformulier in. We leren er iedere keer weer van de commentaren die erop komen. Ik hoorde net overigens dat de algemene ledenvergadering is geweest dat er over het geheel genomen deze avond toch wel heel positief gewaardeerd worden. Dus daar zijn we ook weer blij mee. Of u een badge even wil inleveren op het eind van de avond.
Als je PE-punten nodig hebt voor certificeringen, zet dan vooral de handtekening ook weer als je eruit gaat. Dan krijg je automatisch een berichtje dat de punten bijgeschreven kunnen gaan worden. En de volgende bijeenkomst, nu vast noemen, 6 december. Privacy, zoals het netjes in het Engels heet, is het onderwerp van 6 december. Wordt een hele interessante avond. Het gaat ook over het meldplicht datalekken en wat er zo al binnengekomen is dit jaar. Hoe zit de nieuwe regelgeving, de Europese regelgeving in elkaar. Dus ik denk dat voor heel veel mensen dat een hele interessante avond kan worden. En dan zou ik voorstellen om Bob nu het woord te geven. Als meer tijd heeft hij beschikbaar. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik wou kijken of het met deze microfoon, deze daspelmicrofoon, lukt. Ben ik achterin te verstaan? Iets hoger. Dit is beter, denk ik. Ja, dat is zo. Stereo. Dankjewel. Zoals gezegd, mijn naam is Rob van der Veer. Ik wil vanavond graag uw gids zijn langs hoe het ervoor staat eigenlijk met software security by design in de praktijk. De titel verraadt eigenlijk al de teneur van het... van die tour. U bent meer ramptoerist vanavond, denk ik, dan iemand die de zaken bevonden die ik ga laten zien. Hoe komt het dat ik iets kan vertellen over hoe het ervoor staat in de praktijk? Ik ben van de Software Improvement Group, van SIG. Dus even kijken, wie kent SIG hier in deze zaal? Oh, mooi zeg. Dat heb je die voor. Goed om te zien. Voor degenen die ons niet kennen, wij zien heel veel software. Wij onderzoeken software in ons lab. We kijken naar de broncode, we beoordelen de kwaliteit. We kijken of security goed is ingebouwd, we kijken of het onderhoudbaar is, afhankelijk van de problemen van onze klanten. Dat doen we al sinds het jaar 2000. We waren een offspin van de Universiteit van Amsterdam. En inmiddels zijn we met 100 mensen en we zijn internationaal actief, maar een hoofdkantoor in Amsterdam. Ik wil dus mee gaan nemen naar wat wij zien in de systemen, in de honderden systemen eigenlijk per jaar die wij onderzoeken, om te laten zien hoe het ervoor staat met security by design. Ik wil ook ingaan op privacy by design, die heel erg met elkaar te maken. Ik zie dat een sterke overlap. En ik wil ook ingaan op een analyse, op mijn analyse van hoe dat nou komt. Om vervolgens natuurlijk de stap te maken naar de diagnose van oké, wat kunnen we dan daaraan doen? Die drie dingen wil ik eigenlijk u in meenemen. Wat ik niet kan doen is vertellen over de specifieke zorgen van onze klanten. Wat het betekent, de risico's, de domeinrisico's die we vinden. Dat gaat natuurlijk in tegen de geheimhouding die we hebben afgesproken met onze klanten. Wat ik wel kan doen is even een actuele case met u bespreken. En dat is de case van Ashley Madison. Kijken of ik al herkenning zie in de zaal. Wie was er lid van Ashley Madison? heel eerlijk. Ja, je kunt er net zo goed mee voor de dag komen, want iedereen is top. Het verhaal achter Ashley Madison is, dit is Second Love eigenlijk, maar dan in Amerika. Hun motto of hun slogan is life is short, have an affair. Oftewel, hier kun je blind daten en je kunt een affaire hebben. Bijzonder succesvolle website, zeer veel klanten, hoge omzet. En ze waren natuurlijk aan allerlei toetsen onderworpen. En ze waren 100% en op allerlei manieren en heel erg veilig. Dus niet. Want wat bleek, het wachtwoord van hun VPN was pass 1234. En dat probeerde iemand. En die kwam dus binnen en die kon dus de data leegtrekken. Vrij makkelijk. Dus het was ook, naast dat wachtwoord voor die VPN was er nog meer mis. Security was gewoon niet op orde. Maar het is een interessante case omdat privacy hier ook een sterke rol in speelt. Namelijk de gegevens die stonden in die database, dat waren betalingsgegevens, adresgegevens van klanten die de laatste 5 jaar een betaling hadden gedaan. Eigenlijk gegevens die ze niet meer nodig hadden, maar waarvan ze dachten, nou, misschien is handig om die mensen nog eens een direct mailing te sturen, we zien wel. En hadden ze ook het IP-adres bij opgeslagen. En het nadeel daarvan is dat als hackers al die gegevens op het internet zetten, wat ze dus gedaan hebben, dat werkgevers ook via die IP-adressen kunnen achterhalen of iemand tijdens werktijd gebruik heeft gemaakt van die site. Dat is dan weer een aanleiding om mensen te kunnen ontslaan. Dus dit heeft geleid tot ontslagen, dit heeft natuurlijk ook geleid tot het einde van relaties. Het heeft zelfs geleid, wordt gezegd, tot zelfmoorden, behoorlijk heftige zaak. En ik denk dat wij als professionals met elkaar, ik denk dat we het met elkaar eens zijn dat softwareveiligheid
gewoon een serieuze zaak is. Het is geen leukigheid. Het is steeds een groter probleem dat we steeds afhankelijker zijn van software. Niet alleen maar voor blind dates, maar ook voor onze energievoorziening, om maar iets te noemen. Hackers weten dat, criminelen weten dat, scriptkiddies weten dat. En het is voor ons belangrijk om dat goed te krijgen. Dus wat zien wij nou in de systemen die wij onderzoeken? En ik heb het wat leuke kleurtjes gegeven om het nog vrolijk te houden. We zien steeds dezelfde security fouten. Ik neem u even mee. Inconsistente autorisatiechecks. Dus heel veel functies waarop gecheckt wordt, mag je dit doen. Maar ook heel veel functies waarin die check gewoon vergeten is. Verkeerde wachtwoordopslag. Het blijkt elke keer toch weer heel erg moeilijk hoe je wachtwoorden opslaat. En je ziet ook in de krant, bijvoorbeeld LinkedIn is een heel goed voorbeeld, fouten die daar gemaakt worden. Er zijn gewoon een aantal dingen die je weet en er zijn gewoon een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. En dat gebeurt verdacht weinig. Natuurlijk de SQL-injectie, de cross-site scripting, er zijn een aantal dingen die je daarvoor moet doen. We zien heel veel klanten die dat gewoon zelf willen doen en die gaan naar Stack Overflow, die zoeken op encoding, die kopiëren een stukje broncode, maar daar staat dan bijvoorbeeld in voor SQL-injectie, er wordt het woord OR wordt ergens uitgehaald. Maar het blijkt dat die check is dan niet case insensitive. Dus dat wil zeggen dat als een kleine letters OR staat, dat het gewoon nog steeds die injectie gewoon kan plaatsvinden. En onzorgvuldigheid door gewoon niet her te gebruiken wat wel bewezen materiaal is. En er zijn gewoon heel veel frameworks, heel veel libraries die hier gewoon goed voor zorgen. Maar men kent ze niet, dus ze worden niet gebruikt. Certificaten die wel worden opgevraagd om een server te identificeren, maar die gewoon niet gecontroleerd worden. Onvoldoende logging zien we heel veel. Logging die ook niet goed beschermd wordt, zodat je geen garantie hebt dat degene wat in de logging staat ook daadwerkelijk gebeurd is. Onversleutelde interne communicatie zien we heel veel. Vaak op basis van de aanname, daar wordt het verkeer zo langzaam van. Maar dat is in heel veel gevallen technisch een achterhaalde reden om het niet te doen. En wat men vaak vergeet is dat in die interne communicatie, dat er ook wachtwoorden over het netwerk gaan. Dat is behoorlijk privacygevoelig materiaal, want het komt nog steeds voor dat mensen wachtwoorden die ze gebruiken voor de zaak, ook gebruiken voor andere dingen. Daarmee zit dus persoonlijke informatie. Daaraan gerelateerd, alle collega's mogen gegevens zien. Het is natuurlijk heel makkelijk als je klanten wil helpen, dat iedereen in de zaak gewoon snel de gegevens van die klant kan zien. Maar als die klant bepaalde issues heeft, problemen heeft, of bij de politie of bij een incassobureau, die gegevens, dat heeft natuurlijk wel een bepaalde belastende waarde. En het gaat nog ver om te zeggen, iedereen mag dat kunnen zien, tenzij je op een andere manier geborgd hebt dat je iedereen intern kunt vertrouwen. Achterdeur voor ontwikkelaars zien we veel, vaak met de opmerking, dat moeten we er nog uithalen. Hele logs die worden gestuurd via e-mail of via files naar ontwikkelaars, met alle informatie erin. Daar ook aan gerelateerd is de situatie dat wij komen bij een klant, bij een leverancier, om broncode te bekijken. En we krijgen dan altijd een demo van het systeem. En vervolgens zien we in die demo zien we allemaal klanten voorbij komen, vaak bedrijven die wij ook kennen. Dus eigenlijk productiedata die voor demonstratiedoeleinden en dus ook voor test wordt gebruikt. En we zien dit keer op keer. En we zien niet alleen maar deze security fouten, we zien ook fouten waarop je kunt wachten. Ik weet niet of het te lezen is. Maar dit is zeg maar een visualisatie van hoe broncode eruit ziet die niet onderhoudbaar is. En dat is dus ook broncode die, waarin je je als ontwikkelaar, als een olifant in een porseleinkast voelt. Het is eigenlijk wachten tot hier een fout wordt gemaakt. En niet zozeer alleen een fout waardoor het makkelijk wordt voor een hacker om binnen te komen, maar ook een fout die ervoor zorgt dat data lekt zonder dat er überhaupt een hacker aan te pas komt. We hebben een klant gehad, naar een portaal gekeken. En die klantportaal, daar waren een aantal incidenten mee geweest. Wat bleek nou? Klanten zagen gegevens van andere klanten. Er kwam geen hacker aan te pas. En hoe kwam het? De code van dat onderdeel was zo onderzichtig dat ontwikkelaars daar fouten in maakten. Dus ons advies was niet zozeer van je moet die security vulnerability straat aan, maar je moet dat onderdeel gewoon even opnieuw maken, zodat je daar geen fouten meer maakt in de toekomst. Een andere categorie van issues, maar evengoed een security risico. En ook weer met leuke kleurtjes dingen over privacy. Onnodige gegevens verzamelen. Kijk naar SV Medicine.
gegevens komen vast nog wel een keer van pas. Ik bedoel, we willen vast nog een keer wat analyseren met business intelligence. En dan kunnen we onze klanten beter leren kennen en beter profileren. Maar dat is wel een probleem, want als het lekt, ja, dan zit je in de penarie. Zit je klant in de penarie, of jij zit qua compliance zit je in de penarie. Niet aggregeren is ook een voorbeeld. Als je wil weten wat het bezoek is van je website per uur en dat je enige doel is, dan zijn er allerlei manieren om dat te tellen zonder dat je precies bijhoudt wie, wanneer en met welke IP-adres iets doet. Dus als je heel erg doelgericht verzamelt, dan kun je ook doelgericht weggooien. En we zien eigenlijk dat dat nauwelijks gebeurt. Gegevens niet echt verwijderen, dus bijvoorbeeld iemand gaat weg, pak een beetje bij Facebook en Facebook zegt in het dossier, nou, deze persoon is verwijderd, maar die gegevens bestaan nog steeds. Dat is een probleem. Te lang bewaren is eigenlijk vergelijkbaar. Persoonsgegevens centraliseren vind ik een hele interessante. Want al deze dingen die dus plaatsvinden, die dus privacyproblemen opleveren, hebben ook allemaal een goede reden. Die gegevensverzameling doe je voor business intelligence. En persoonsgegevens centraliseren op één plek doe je gewoon als een goed software engineering principe. Heel veel verschillende activiteiten in een organisatie, allemaal met klanten. Waarom maken we daar niet één centrale backend van, met een database, en dan stoppen we daar alles in. Maar vanuit privacy optiek kan dat een enorm probleem zijn. Dus hier zie je dat software engineering principes in kunnen gaan tegen privacy principes, en dat dus altijd een afweging is. Maar wij zien eigenlijk dat die afweging niet gemaakt wordt. Externe partijen vertrouwen, dus een externe partij gebruiken om bijvoorbeeld RDW om kentekengegevens op te vragen. Het is belangrijk als je dat doet, dat je je op de hoogte stelt van wat dan die externe partij heeft geregeld op het vlak van die kentekens. Worden die meteen weggegooid, wordt het bewaard. Er kan een bepaalde betekenis aan ontleend worden. Persoonsgegevens op heel veel plekken gebruiken zonder link. Dat is een issue. Persoonsgegevens kun je op allerlei plekken natuurlijk inzetten in een organisatie. Maar het is belangrijk om te onthouden, om die link eigenlijk, die relatie tussen die plekken vast te leggen. Omdat als je dat niet doet, dan kan het zijn dat er verschillende gegevens over een persoon, bijvoorbeeld pak een beet, een crimineel in de politiedatabase, is inmiddels misschien vrijgesproken, maar ergens anders staat nog dat die persoon schuldig is. De individu heeft recht op correcte informatie, dus moet je ook ervoor zorgen dat die gegevens ook aan elkaar gelinkt kunnen worden. Ook om bijvoorbeeld verwijderd te worden, want dat recht heeft het individu ook. Onderschatten van anonimiseren zien we ook. In het verlengde van maar demonstraties en testen met productiegegevens. Soms zien we dat alleen maar de naam van een bedrijf wordt weggelaten. Maar er zijn nog zoveel andere gegevens, bijvoorbeeld locatiegegevens, maar ook bijvoorbeeld gedragsgegevens. Waarmee je kunt herleiden om welk individu of welke organisatie het eigenlijk gaat. Het kan best moeilijk zijn om gegevens zo te anonimiseren dat je er wel goed mee kunt testen en kunt demonstreren. Maar dat je tegelijkertijd niet kunt herleiden wat de daadwerkelijke personen en organisaties waren. Organisaties onderschatten dat. En over-anonimiseren is eigenlijk aan de andere kant, dus wat we ook soms zien, is dat er zoveel wordt geanonimiseerd en dat personen bijvoorbeeld telkens weer een nieuwe sleutel krijgen, waardoor ze ook niet meer aan elkaar kunnen linken, dat je het ook onmogelijk maakt om bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek te doen. Het kan heel interessant zijn om bijvoorbeeld te kijken welke leermiddelen in een school positieve resultaten tot gevolg hebben en welke niet. Maar als je te veel anonimiseert, dus als je te veel rekening houdt met privacy, dan kun je ook niet meer gebruik maken van die gegevens. Ook daar weer een balans. En tot slot, gevoelige gegevens in debug informatie. Ook in het verlengde eigenlijk van dat te veel loggen. Ontwikkelaars willen graag zien welke foutmelding is er geweest, maar in die foutmelding kunnen allerlei zaken staan. Zoals bijvoorbeeld een wachtwoord. Wat eigenlijk problematisch is wat betreft privacy. Dus dit zijn een aantal voorbeelden van de dingen die wij vinden. Is het nou security? Is het nou privacy? Hoe zit dat nou? Nou, dat is een manier om daar tegenaan te kijken. En dat wil ik even in meenemen. Heeft te maken met ISO-standaarden die een denkraam vormen om te praten over kwaliteit en over privacy. Hier links ziet hij alle kwaliteiten die ISO 25010 kent. ISO 25010 praat over kwaliteit, maar zegt niet hoe je het moet bereiken. Beschrijft alle aspecten van onderhoudbaarheid, van security. Nou, bij zich hebben we daar modellen voor gemaakt hoe je dat dan wel kunt meten, hoe je dat wel kunt bepalen. Zo ook voor security. Maar zoals we net hebben kunnen gezien, Ashley Madison heeft security fouten gemaakt, maar ook
Ja, wat we noemen privacy fouten. Maar privacy, daar zit security ook in. Dus wat zijn nou eigenlijk voor fouten? Wij noemen dat personal data handling. Dat is eigenlijk het groene deel. Je hebt dus binnen privacy heb je een, hier in dit geval een rood deel security. Zorgen dat die informatie goed beveiligd is. En je hebt een groen deel alle dingen die je moet regelen hoe je met die gegevens omgaat. Personal data handling. Dus de voorbeelden, gaan we nog even terug. Dit is een voorbeeld van fouten op het gebied van personal data handling. Dit is een voorbeeld op het gebied van security en dit is maintainability. Maar ze hebben allemaal risico's. Dit is de manier waarop wij zo'n ISO 25010 model meetbaar maken. Verticaal zitten systeemeigenschappen die we bepalen door naar de broncode te kijken. En horizontaal die aspecten die ISO 25010 en ISO 9100 definieert. Door dit model toe te passen kun je security en privacy meten in software. Ik voel te ver om helemaal de details in te gaan, maar het laat zien dat security ook wat betreft aspecten in software een subset is van privacy als geheel. Als u vragen heeft, mag u me gerust onderbreken, tenzij het tot het einde kunt dragen. Dit is verklaring 1 voor waarom het zo is zoals het is. Neem even mee mijn analyse. Er zijn wat mij betreft 3 belangrijke redenen waarom er zo weinig security en privacy by design is. En de eerste is, we maken meer software dan we aankunnen. 12 miljoen ontwikkelaars, die hebben we in de wereld. En die maken in een jaar 120 miljard regels code. Nou, wij weten dat 15% ervan elk jaar weer moet worden aangepast. Dus het jaar daarna heb je weer 1,8 miljoen nieuwe softwareontwikkelaars nodig. Daardoor red je het niet om die 15% te doen die echt nodig is om die software goed te onderhouden. Dus je bent die software slecht aan het onderhouden. Het is reactief onderhoud wat je kunt doen. Je raakt in tijdnood omdat je zoveel technische schuld hebt. En hoe komt dat nou? Nou, die technische schuld heb je pas later last van. Dus het is heel mooi om allerlei software te gaan maken. Maar op een gegeven moment heb je door, want wacht eens even, we hebben heel veel software gemaakt, maar we moeten het ook blijven aanpassen. Het is niet zoiets wat je maakt en dan is het klaar. Continu proces. En daardoor kun je onvoldoende aandacht schenken aan kwaliteit. En uiteindelijk zit je met een grote verzameling, te grote verzameling software, een te slechte kwaliteit, waarin je fouten maakt vanwege die slechte kwaliteit. Dat is een probleem wat heel lastig om te draaien is, behalve om het rustiger aan te doen met software maken. En goed letten op kwaliteit. Daar kom ik straks op terug bij de oplossing. Uw gegevens lekten van onze website, wat jammer. Dit is een illustratie van de verschillende belangen. Een website die gegevens beheert voor personen, gegevens lekken. Het is niet noodzakelijk zo dat die website daarvoor dan aansprakelijk is. Dat die website schade gaat leiden, dat die aangeklaagd wordt. Het is wel zo dat zo'n website natuurlijk imagoschade ondervindt op het moment dat gegevens lekken. Maar als je een gemeente bent, bijvoorbeeld gemeente Veenendaal bijvoorbeeld, en de lekke gegevens, dan is het niet zo dat de inwoners, dan althans niet allemaal, dat ze naar een andere gemeente gaan. Het is natuurlijk wel zo dat je tegen zo'n gemeente kunt zeggen van ja, maar je hebt je spullen niet goed geregeld. Maar als de security officer van de gemeente gewoon netjes zijn werk heeft gedaan, al het proces heeft gevolgd, dan kan hij daar ook nog mee wegkomen. Het is best wel een issue dat organisaties niet de pijn voelen uiteindelijk van individuen van wie de gegevens lekken. Ja, er is natuurlijk nieuwe wetgeving, kom ik straks op, die daar iets aan probeert te doen. En dat is een positieve beweging. Een ander verschil eigenlijk in belangen. Ik heb het nu gehad over burgers en over organisaties die de gegevens van die burgers hebben. Is de opdrachtgever voor software maken en de opdrachtnemer voor software bouwen. En dat kan zijn een system integrator, dat kan zijn een softwarehuis. Maar het kan ook zijn een interne softwareafdeling. Die twee organisaties die hebben verschillende belangen. Dat heeft ook te maken met aansprakelijkheid. Het is niet per se zo dat als iemand software voor je maakt en er gaat iets mis mee, dat je die vervolgens kunt aanklagen. En dat is een issue. En dat issue, dat is één belangrijke reden waarom de coördinatie van veilige software, en ik ga gewoon even door met de nieuws, eigenlijk heel matig gaat. Bijvoorbeeld, wat je veel ziet is geen of hele vage eisen
bijvoorbeeld de eis voor security zie OWASP. En dat is iets wat we in een contract hebben gezien. Die eisen zijn vaak niet op maat. Elke opdracht is weer dezelfde eisen. En voor leveranciers die dat zien, en die gewoon zien dat die eisen niet op maat zijn voor hun systeem, die zien dan gewoon, ja, deze opdrachtgever die is gewoon niet serieus bezig geweest met nadenken over security. Dit hoeven we ons mee zorgen te maken, dus dan komen we wel uit uiteindelijk. En dan is er ook geen dialoog. Het dialoog moet er zijn op het moment dat je als softwareontwikkelaar erachter komt dat het realiseren van een stuk security te veel werk is, of dat het systeem, zeg maar, heel moeilijk wordt om te gebruiken. Dan moet je eigenlijk weer naar je opdrachtgever stappen en zeggen, hey joh, dit gaat zo niet lukken. En we zien die dialoog eigenlijk amper. Het heeft twee redenen. Eigenlijk is het voor opdrachtgevers heel moeilijk om expliciet te zijn met die afspraken. Een opdrachtgever zegt van, joh, ik ga ervan uit dat je veilige software maakt. Maar wat betekent dat? Daar zit eigenlijk een informatie asymmetrie voor opdrachtgevers. De typische opdrachtgever, die gaat niet even met een hele lijst van specifieke dingen komen. Die zegt van, joh, ja, ik verwacht gewoon dat je goede software maakt. Maar eigenlijk moet dan de opdrachtnemer zeggen, ja joh, maar wat verwacht jij dan precies? Wat bedoel jij met de goede software? De opdrachtgever start die discussie niet omdat hij niet weet waar hij moet beginnen. Het is ook weer een bout aan security standaarden. Dat is een issue. Maar de opdrachtnemer komt er ook niet mee. Waarom niet? Die gaat niet zo snel een discussie beginnen van, joh, ga even een paar dingen van mij eisen. Want misschien kan hij wel helemaal niet aan tegemoet komen. Liever niet. Het is allemaal moeilijk. Daar komt bij dat op het moment dat je bijvoorbeeld in competitie bent voor een aanbesteding, of maakt niet uit, je hebt altijd te maken met concurrenten. Op het moment dat jij als eerste als leverancier gaat zeggen, joh, moet je horen, als jij mij geen duidelijke eisen stelt aan kwaliteit, dan kan ik jou niet garanderen wat je krijgt. Dan ja, ik kan helemaal niks garanderen. Dat ga je niet zeggen, want daarmee prijs je jezelf uit de markt. Wat mooi zou zijn, is dat alle leveranciers daar eerlijk over zouden zijn. Dat ze allemaal zouden zeggen, joh, wees specifiek over kwaliteit, over security, over wat je allemaal verwacht. Want anders kunnen we jou niks garanderen. En dat zou eerlijk zijn. Het is eigenlijk een prisoner's dilemma. Hè? Dat gebeurt. En ik heb straks een oplossingsrichting voor dit probleem. Daar kom ik dus op terug. Wat we zien is weinig aandacht voor de specifieke risico's van een software systeem. Threat modeling, risk analysis en ook het beheer van die risico's. En we zien dat er eigenlijk in de processen eigenlijk niet zoveel aandacht is om eens goed met elkaar na te denken over wat er mis kan gaan. We zien ook ontwikkelaars die eigenlijk helemaal niet op de hoogte zijn van wat er nou eigenlijk in een systeem wat ze aan het maken zijn, mis kan gaan. Er is gewoon nauwelijks over nagedacht. En als je dat al doet, dan geven ze in ieder geval meer bewust zijn dat ze het idee hebben wat de gevolgen zijn van dingen die zij laten liggen of keuzes die ze maken. En dat heeft ook te maken met volwassenheid van ontwikkelorganisaties. We zien er grote variaties in. We zien ontwikkelorganisaties waarbij we echt overdonderd zijn hoe goed ze het geregeld hebben. Maar we zien ook hapsnap. En grappig genoeg, bij sommige hapsnap ontwikkelorganisaties komt er toch heel secure software uit. Maar dat heeft weer te maken met de kwaliteit van de mensen die daar zitten. Het kan toeval zijn dat het dan toch nog goed gaat, maar je moet natuurlijk als ontwikkelorganisatie zorgen dat het geen toeval is en dat je security by design hebt en dat je ook in je proces rekening houdt. En niet alleen aan het begin, dus niet alleen maar bij het ontwerp. Kijk, security by design speelt natuurlijk een rol bij het ontwerp, maar software is natuurlijk, zoals je weet, niet ontwerpen en bouwen. Het is gewoon een continu ding. Dus je moet ook in je proces continu aandacht hebben voor security. Ontwikkelaars onvoldoende geïnformeerd, dat is echt een issue. We zien weinig ontwikkelaars die ook echt goede coding guidelines hebben. We zien ontwikkelaars die een heel boek op hun bureau hebben met alles waar ze rekening mee moeten houden. Dat is ontzettend moeilijk. Alle regels die in zo'n boek staan, die kun je eigenlijk als mens, hè, als ontwikkelaar niet in je hoofd hebben, omdat ze cross-cutting zijn. Dus het is niet zo dat, hè, als je een functie moet maken, bijvoorbeeld een gebruiker kan zijn naam veranderen, nou, dan staat er in die functieomschrijving wat je moet maken en dat doe je dan stap voor stap. Maar security speelt altijd een rol. Je kunt niet 120 regels hanteren op elk moment en ook in staat moeten zijn, verwacht worden te zijn, dat je op het juiste moment toepast. En dus het informeren van ontwikkelaars is niet het geven van een boek met allemaal security regels,
Het moet echt op een bepaalde manier. Daar straks een voorbeeld over. Toetsing is echt een issue. Onvoldoende toetsing. Soms helemaal geen pentesten. Soms alleen pentesten. Dat is natuurlijk vrij laat dat je dan aan de toetsen bent. Vertrouwen op eenvoudige toeltjes. Kijk, je pentesten en pentesten. Je kunt een hele goede hacker 2 weken aan de slag laten gaan. Je kunt ook een toeltje draaien. Heet ook bij pentest, maar zijn behoorlijk verschillende zaken. Te laat soms, of ook alleen aan het begin. Dus dat er aandacht is voor security bij het opstellen van het eerste ontwerp. En dat er vervolgens geen aandacht meer voor is. Dus dit gaat allemaal mis bij die coördinatie. Dan even over toetsen. Om de een of andere reden wordt er weinig naar code gekeken. Terwijl het probleem daar zit. Dat is eigenlijk vreemd. Ik neem u even mee in de verschillende manieren waarop je software kunt toetsen. Allereerst natuurlijk de pentest, hè, proberen in te breken. Zoals ik net al zei, dat kun je een hacker laten doen, een ethical hacker. Je kunt het ook een tool laten doen, vaak is het een combinatie. Het is een heel lastig vakgebied, in die zin van als opdrachtgever weet je niet zo goed wat je krijgt en ben je vooral gericht op de reputatie van het bedrijf of de persoon waarmee je dat doet. En dus als je een goede ervaring hebt met pentestbedrijf X, dan wil je daar graag bij blijven. Want je weet dat ze goed werk leveren. Althans, ze hebben goede dingen gevonden. En daarna is er niet zo heel veel vervelends meer gebeurd. Maar pentesten, dat is niet het enige wat je moet doen. Want je hebt ook nog codescan tools. En die vinden weer andere dingen. En dit is eigenlijk een verzameling van alle security risico's. Een deel daarvan vind je met de pentest. En onderzoek laat het ook gewoon zien. Er is een deel wat je niet vindt met de pentest. Dat kun je met codescan tools zoals AppScan, Fortify, Checkmarks, InKitsFast zijn tools die broncode scannen en met bevindingen komen. Die kunnen ook weer een bepaalde categorie van zaken niet vinden, die je wel ook kunt vinden. Het code review, daarmee bedoel ik handmatige code review. En dus het doorzoeken van het systeem, het doorgrond maken van de business logic om te zien, wacht even, dat wachtwoord wordt daar opgevraagd, wordt daar niet versleuteld, daar wel. Ja, maar wacht even, als je dat dan zo logt, dan het verbinden eigenlijk van zaken. Echt een hele specialistische klus die je op allerlei manieren kunt doen. Je kunt het door je collega's laten doen, je collega-ontwikkelaars. Je kunt in je organisatie een interne code reviewer hebben die hier gespecialiseerd is. Want het is echt wel een vak apart en je moet zowel eigenlijk een ethical hacker zijn als een softwarebouwer. Dus zo'n breker als een bouwer, dat profiel moet je hebben. Je moet met de tools om kunnen gaan, je moet systematisch kunnen werken, dat soort zaken. En in onze trajecten, want wij werken, gebruiken al deze middelen. We werken bijvoorbeeld voor de pentest, werken we samen met Manager Geurka. Dat is een pentestbureau wat u waarschijnlijk wel van naam kent of misschien zelfs mee gewerkt. Dat zijn specialisten in pentesten, wij zijn specialisten in code review. En op die manier vullen we aan. En in onze trajecten merken we dat uit code review eigenlijk de grootste risico's komen. Eigenlijk tot grote verbazing van de leveranciers van codescan tools, want die denken vaak, ja maar, jullie doen code review, dus dan run je onze tool en dan heb je toch alles gevonden. Dat is een delen waar. Code scan tools zijn heel belangrijk. Maar die kunnen maar een bepaalde categorie vinden. Er is onderzoek naar gedaan door NIST. Als je kijkt naar open source projecten, daar heb je vaak bekende kwetsbaarheden in. Er is gemeten van hoe goed kan code scan software nou die bekende kwetsbaarheden vinden. Dat was maar 15%. En dus als je dan een Apache Tomcat hebt, dan is zo'n tool eigenlijk maar in staat om 15% van de bekende kwetsbaarheden te vinden. Excuse me? Yes. Is a code scan tools, would it give you back if the code is badly written? What is the outcome? Okay, so is these are kan het in Nederlands antwoord? Ja. Oké, heel goed. Dan staat je hier waarschijnlijk niet. Ja, beter Engels voor mij, maar als je wil in Nederland, in het Nederlands. Oké, okay, laat me weten als het niet duidelijk is. Yeah. Code scan tools. Tools. Ja, de vraag herhalen. Vergeet ik altijd. De vraag is, wat doen die code scan tools nou eigenlijk? Zeggen ze dat het slecht ontwikkeld is? Nou, je hebt natuurlijk scan tools die van alles kunnen meten. Wat ik hier bedoel, zijn static code analysis tools die komen met security vulnerabilities. Die dus vinden van, oh wacht eens even, je haalt hier een veld uit een database en je gaat het eigenlijk rechtstreeks op het scherm zetten. Eigenlijk moet je ervoor zorgen dat er process scripting tussen zit. Dat soort constructies in de code zoeken die niet goed zijn.
Hij gaat ook kijken naar functies die je gebruikt, die deprecated zijn. Hij gaat kijken naar allerlei patronen eigenlijk in de broncode die duiden op fouten. En het is vaak niet 100% zo dat het dan ook een fout is. Er zijn vaak veel false positives, maar het is een goede manier om die code review mee te sturen. Ja, dank u wel. En tot slot onderhoudbaarheid. Het plaatje met de vele draden en de weerwaar daarvan, heeft u gezien, is een belangrijke factor in security. Meneer? Ik ben heel erg nieuwsgierig in hoeverre je hebt over software security. Er zijn hier nog steeds meer softwarepakketten die aangepast kunnen worden, geparameteriseerd kunnen worden. Hmm. En misschien niet echt over code, maar je hebt wel over software security. Ja. Wat is de invloed daarvan qua risico's en qua manier van toetsen? Ja. Als het gaat om een standaard pakket, dus de vraag is, wat is de invloed van een pakket wat je vooral moet configureren? Nou, wij worden altijd heel nieuwsgierig als het woord configureren wordt genoemd, want soms is dat een paar getalletjes invullen, maar heel vaak is het ook eigenlijk programmeren. Dat je dus in een bepaalde taal heel veel logica moet gaan opschrijven, waar ook weer security kwetsbaarheden in zit. Maar als de configuratie beperkt blijft, als die zeg maar, niet complex is, en weinig invloed heeft op security, dan kan het zijn dat de configuratie volledig eigenlijk niet onderzocht hoeft te worden als je software security wil weten. Maar je werkt natuurlijk wel met een pakket. Ja, en dan kan de generieke toetsen van de software security van het pakket? Nee. Dat mag wel even wachten dan. Maar... Je kunt niet vertrouwen op de security van welk pakket dan ook, afhankelijk van wat de leverancier al kan vertellen wat ze eraan gedaan hebben. En soms moet je dan de leverancier op de blauwe ogen geloven. Maar wij doen veel onderzoeken waarin klanten zeggen, ja, ik heb hier een leverancier, ik weet eigenlijk niet wat voor risico's ik loop. Ga dan maar naar waar ze zitten in Vietnam of Beijing, ga maar naar ze toe, ga maar naar die broncode kijken. En dan kun je een onderzoek doen op locatie voor security. Ik moet even tempo maken. Een kleine illustratie van hoe we nou aankijken tegen code review versus pentesten. Pentesten is eigenlijk proberen in te breken en code review is kijken hoe security is ingebouwd. Eigenlijk vanaf de bank, van binnen het bankgebouw kijken, hey, staat er ergens een kluisdeur open of waar zit een zwarte plek in de muur. En pentesten is gewoon een slimme ervaren zeg maar, inbreker die probeert in het systeem te komen. Is dit half leeg of half vol? Hey. Je zou kunnen zeggen, het glas is half leeg, want dit zijn allemaal problemen en die zijn er al een tijdje. We lezen het in de kranten, we hebben gewoon last van onveilige software en we worden er steeds afhankelijker van. Maar er zijn wel hele positieve bewegingen. En ik neem u mee. Door die bewegingen, want hier staan een aantal zaken hoe je kunt adresseren, eigenlijk de oorzaken van waarom het is zoals het nu is. Een aantal daarvan zijn al aardig op weg, zoals nummer 1. Maatregelen die de pijn leggen bij de verantwoordelijken. Ja, dus de algemene verordening gegevensbescherming, General Data Protection Regulation, die helpt dat bedrijven aansprakelijk zijn voor het lekken van persoonsgegevens en dat dus ook voelen in de portemonnee. Het is allemaal nieuw, het is allemaal wennen. Onze klanten kijken allemaal eigenlijk een beetje de kat uit de boom. Die willen eigenlijk zien dat daar eerst echt flinke boetes vallen bij vergelijkbare bedrijven. Maar dat gaat gebeuren. Dus het gaat echt voor een werking zorgen die het in gang zet. Hè, die dus eigenlijk organisaties dwingt om na te gaan denken, oké, maar wat moet ik nu gaan eisen aan mijn softwareleverancier? Keep it simple en maak onderhoudbare code. Dat heeft te maken met we maken meer software dan we aan kunnen. Denk goed na voordat je beslist, hey, volgens mij hebben we een app nodig. Denk goed na voordat je denkt, ja, onze klanten willen 1000 features, want onze concurrent heeft 980 features. Ik heb een fietscomputer en ik word eigenlijk gek van elke update, want die update komt en er zitten weer 20 mooie nieuwe dingen in en dan crasht weer. Ik wil liever dat er aandacht is aan die kwaliteit. De dialoog over kwaliteit, privacy en security, die is heel belangrijk. Het gesprek hebben met elkaar over hoe gaan we nou eisen opstellen voor security, hoe gaan we eisen opstellen voor privacy, hoe gaan we dat toetsen, hoe gaan we contact houden over dingen die je tijdens het ontwikkelen ondervindt, waarbij je zegt van nou, ik kan hier niet aan voldoen, maar ik kan het uitleggen, volgens mij is het beter om het zus en zo te doen. En hoe bereik je dat? Nou, meer duidelijkheid in de markt over hoe je dat moet doen. En grip op secure software development, en Vincent zou er vanavond
tijd aan wijden. Dat gaat helaas niet door. Maar GitHub Secure Software Development, misschien ook even kijken, wie kent dit? GitHub SSD. Oké, ongeveer ja, 15%, 20%. Het is een fantastisch initiatief van de overheid, van het CIP, Centrum Informatiebeveiliging Privacy Bescherming. Van waarom gaat het nou eigenlijk mis met veilige software? Waarom gaat het mis met privacy in software? Omdat er geen afspraken worden gemaakt. Waarom worden dan geen afspraken gemaakt? Omdat het vaak moeilijk is om daarmee te beginnen. Mensen weten niet welke afspraak maak je als eerste. Hoe doe je dan een klassificatie van applicaties? Hoe doe je dan een risicoanalyse? En het CIP heeft eigenlijk samen met de kennispartners, waaronder ook zich, een standaard opgesteld. Eigenlijk verzamelt al het werk wat er is op dit vlak. En dat heel behapbaar stap voor stap gepresenteerd in een, wat ze noemen, een methode. En met die methode kan elke organisatie in overleg met de softwareleverancier of de ontwikkelafdeling over softwareveiligheid. Dus daarom is die drempel van, hey, het is zo moeilijk, die is weg. En er zitten ook een set van beveiligingseisen bij die je kunt gebruiken in het definiëren van wat nou belangrijk is bij die ontwikkeling. Dus die meer duidelijkheid in de markt, die komt er wel, maar er is nog heel veel ruis. Er is nog heel veel onduidelijkheid over, ja, maar wat moet je dan daarmee? En wat moet je dan met die standaard? En er is eigenlijk geen standaard. Dat kun je eigenlijk wel concluderen. En als die eisen er eenmaal zijn, dan volgt de rest. Dan doe je eigenlijk, dan heb je een motivatie voor een ontwikkelorganisatie om te zeggen, oké, we moeten nu volwassener worden. En daar heb je dan Microsoft SDL voor. Dat is zeg maar de Software Development Lifecycle for Security. Een standaard, een heel goed body of knowledge die je kunt gebruiken om de activiteiten in te richten die je nodig hebt om veilige software te maken. Waarbij je ook ontwikkelaars kunt informeren, deze op de hoogte kunt stellen van hoe ze testen hun werk kunnen doen. Waarbij je ook vroege en brede toetsing kunt regelen. Dus met code review, met pentesten, met statische codeanalyse en met kijken naar onderhoudbaarheid. Met de tools doe je dat, met je collega's en met specialisten als het hoog risico heeft. En tot slot, last but not least, bouw security en privacy technologie in principe niet zelf. Ontwikkelaars hebben de neiging om gewoon zelf maar te gaan bouwen en dan, oh jee, maar ja, we zijn nu toch zover, we gaan het nog maar verder proberen af te maken. In plaats van te kijken waar kan ik nou goede security en privacy oplossingen vinden. Hoeveel tijd heb je al? 5 minuutjes? Een aanvulling op, je zegt net, er is zoveel standaarden, hoe moet je daarmee omgaan? Hoe kun je dan zeker weten dat het laatste wel klopt? Als je dan krijgt een framework voor privacy, een framework voor security, hoe weet ik dan dat dat A te vertrouwen is, of B een goede kwaliteit heeft? Ja, dus de vraag is, er zijn zoveel standaarden, dat klopt. Hoe zit het dan met die bouwblokken die je kunt gebruiken? Het is een kwestie van, en dat is natuurlijk een kip-en-ei verhaal. Maar een bouwblok moet zich eerst bewijzen in de praktijk. En als een bouwblok veel gebruikt is, en ook dat aantrekbaar is, dat er naar gekeken is, en niet alleen maar even een pentest draaien, maar ook echt goed even naar de broncode kijken, en dan kun je vertrouwen hebben voor zo'n bouwblok. Het is in ieder geval in 99% van de gevallen beter dat je zo'n bouwblok gebruikt dan dat je het zelf maakt. Dat is eigenlijk het belangrijkste punt. Het gevolg daarvan kan dus wel zijn wat we bij OpenSSL een melding hebben gezien, dat ineens de hele wereld hetzelfde probleem heeft. Ja, het punt is hier van, als je kiest voor bouwblokken en er is iets mis met een bouwblok, dan zijn er heel veel partijen tegelijkertijd. Dat is overigens een van de redenen ook dat veel mensen zelf een security implementeren. Ik ben het daar dus niet mee eens. Als je met z'n allen een bepaald onderdeel gebruikt en je bent daar kritisch op, dan is er ook een reden om met elkaar een goede toetsing te doen. Dus probeer het niet zelf te doen, tenzij je er natuurlijk een specialist in bent. Dat is een kleine categorie van organisaties die dit gewoon doet en die het gewoon prima doet. Dan even over grip op SSD. 30 organisaties, de laatste keer dat ik telde, overheid, system integrators, experts, die delen ervaringen over het eisen van security in software, over het toetsen van security, over het managen van risico's. En niet alleen maar om daar leuk over te praten, maar ook om wat ze leren weer toe te voegen aan de standaard, noem ik het maar even. Er zijn een aantal publicaties waarin die ervaringen eigenlijk zijn gebundeld. Ik ken dit niet. Ik heb dit nergens in de wereld zo gezien dat dus eigenlijk dat je in de markt samenwerkt en praat en dat je ook de Capgemini's en de IBM's om tafel hebt om te zeggen, nou, kom op met die eisen en dan gaan we eens even kijken of we tot elkaar kunnen komen. En dat lukt gewoon.
Wat u ook bij hoort is nieuwsbrief, bijeenkomsten, werkgroepen. Er zijn links natuurlijk met OWASP, NCSC en NISA. En jullie kunnen de publicaties vinden op www.sd.org. Het is allemaal publiek, het is allemaal gratis. En als je het interessant vindt, sluit je alsjeblieft aan bij de organisatie. Want dat kan. Dus even in een vogelvlucht. Ik had de slide eerst niet in zitten, maar ik heb nu gehoord dat Vincent ziek was. Ik heb hem er weer ingezet. Wat het Triple SSD proces ongeveer is. Onderin heb je je ontwikkelproces. Bovenin begin je met je security requirements. Er horen bouwblokken bij, je risicoanalyse, je attack patterns. Dat leidt tot requirements en een testplan. Tijdens ontwikkelen ga je code reviewen, ga je testen. Dat is gekoppeld aan je testplan natuurlijk. Er komen risico's uit, die accepteer je of niet. Die manage je in ieder geval in een management systeem. En er staat dus in Triple SSD beschreven hoe je dat doet. En dus geen rocket science, dus zeg maar allemaal gewoon bewezen methodes om dat te doen. En je kunt er ook over rapporteren in een dashboard. Al deze onderdelen staan beschreven in Triple SSD. Daar sla ik even over, want ik wil hier naartoe. Wat ik al zei, het is voor softwarebouwers, softwareleveranciers, lastig om te gaan zeggen, joh, als je niet duidelijk bent over softwarekwaliteit, als je daar geen eisen over stelt, dan weet ik niet wat jij gaat krijgen. Maar er is wel een ander onderdeel in dit systeem en dat is de ontwikkelaar. Een ontwikkelaar is het wel motiverend om te zeggen, hey joh, maak eens afspraken met mij over kwaliteit. En mijn idee is om die ontwikkelaar een mogelijkheid te geven om contact te hebben met zijn of haar baas en te zeggen, joh, eigenlijk hetzelfde wat de leverancier moet zeggen, eigenlijk hetzelfde wat je als system integrator moet zeggen. Nou, luister eens, ik maak software voor jou, ik doe mijn best, ik doe vooral wat in de spec staat, maar verder, ja, als de tijd te kort is, dan ben ik me aan de afspraak houden. En als er dan geen eisen zijn over kwaliteit, dan leidt hij daaronder. Misschien besteed ik wel te veel aandacht aan kwaliteit, ik weet het niet. Dus kunnen we daar niet eens gewoon afspraken over maken? Wat verwacht je van mij? Wat is voor jouw security? Nou, dat vraagt hij dan aan zijn baas. De baas moet het dan ook eigenlijk vragen aan de klant. Op die manier lijkt het me interessant om eens te kijken van, lukt dit? En ik wil u vragen om naar deze LinkedIn pagina te gaan. Om eens te kijken, vindt u dit interessant? Als u het interessant vindt, deel het alsjeblieft. Als u ontwikkelaars kent of ontwikkelaar bent, stuur de brief naar uw baas. Alsjeblieft, laat u mij weten als het gebeurt. Ik ben heel geïnteresseerd. De mensen die dat doen, wil ik ook een jaarlicentie geven van Better Code Hub. Dat is een dienst van zich waarmee je de broncode kunt meten op de belangrijkste kwaliteitsaspecten. Want ik vind eigenlijk dat contact heel belangrijk. Ik wil weten hoe dat gaat. Het is een brief die dus hier te vinden is. Hij is in het Engels. Ik heb hem ook in het Nederlands. Als je hem in het Nederlands wil, stuur mij een berichtje. Dit zijn mijn contactgegevens. En lees alsjeblieft de brief na op LinkedIn. Dat was hem. Dank u voor uw aandacht. Zijn er nog dringende vragen? Daar ziet u gewoon eentje. Kom even onze microfoon. Het plaatje met die rondjes, zeg maar, dus code review, pentest, dat noem je SAST, dus wel static application testing. Heb je bewust DAST niet genoemd, dynamic application testing? Dynamic application testing had ik kunnen noemen, dus de vraag was wel niet gekomen. Ja. Dynamic application testing schaar ik onder pentesten, omdat ik vind dat dynamic penetration testing het dynamisch testen van applicaties. Dus mijn antwoord is onder pentesten in die diagram van dynamic penetration testing. Nog een vraag? Jan ook. Ik zag in je schema dat je meteen als je software gaat kijken, ging scannen en reviewen. Maar deze vraag is, het is niet zinnig om naar design te kijken of je daar niet alvast de fout uit kan halen. Ja, de vraag is, kun je beter naar het design kijken? Er zijn opdrachten waarbij we dat doen. Vaak is het zo, als het budget wat beperkt is, dat we
ja, dat er eigenlijk geen ruimte is om naar de broncode te kijken. Het is ook waar we mee beginnen. De eerste sessie die we hebben is, joh, teken je systeem eens op het bord. Daar beginnen we mee. En dan kun je al heel snel hebben, hoe heb je dat gewerkt, hoe heb je dat gewerkt, of om dingen blootleggen. Maar vaak is het zo dat hetgene wat ontworpen is, echt wel anders is dan hetgene wat we als, zeg maar, implemented design zien in de software. Dus je kunt eigenlijk niet zonder die broncode, maar beginnen met het design, als je geen tijd hebt om die broncode in te gaan, dat is het beste wat je kunt doen. Er is een framework, een Secure Software Foundation, ja. Dat een beetje als die markt om een software te toetsen. Hoe staat dat in relatie met wat jij SSD? Ja, de vraag is, hoe zit het met de Secure Software Foundation? De Secure Software Foundation heeft een stuk gepubliceerd over met name threat modeling gaat het. Dus hoe kun je risico's in kaart brengen? En hoe kun je vervolgens testen? En wat kun je verder allemaal in je ontwikkelproces regelen? Dus eigenlijk alle aspecten van de MS en SDL. Ja, met het idee dat je dat kunt auditen. De vraag is, wat is de relatie met grip op SSD? Ik weet dat er gesprekken lopen tussen Secure Software Foundation en grip op SSD. Er is een overloop. Maar hoe dat verder loopt, dat weet ik niet. Laatste vraag dan, denk ik? Ja. Keurmerk op software. Ja, ik denk, waar blijft die? Dat is een heel interessante. Je hebt de keurmerken, denk ik, gezien op de SD Medicine website. Kijk, keurmerken is natuurlijk. Het is goed dat er aandacht is voor security. Maar ze zijn niet de eindoplossing. Want de marktwerking van de keurmerk typisch is: we schrijven op waar het aan moet voldoen. Dan willen organisaties dat keurmerk halen. En die gaan op zoek naar een partij die dat kan vaststellen. En die willen dan niet de hoofdprijs betalen. Dus die kiezen dan een partij die dat gaat vaststellen. En vaststellen, dat is juist het probleem met security. Om het vast te stellen of SQL injectie goed is gedaan. Dat is niet even kijken van, oh ja, we zien het. Nee, dat is echt een klus. Voor de ene is de klus en voor de andere is het draaien van het toeltje. Dus dat assurance level, als je dat niet op orde hebt, dan betekent, als je daar geen afspraken over maakt, dan betekent zijn keurmerk eigenlijk heel weinig. Dus keurmerken ja, samenmaken nee. Dat is een antwoord. Dan moet je hem afvallen. Kom maar samen.